Hi, mijn naam is Krip Thewes en ik ben hoofdvakdocent muziekproductie bij Volver Sound Academy. En uh, vandaag gaan we het hebben over betaalbare en redelijk betaalbare uh, condensatormicrofoons. Ja, uh, condensatormicrofoons. Uh, nou ja, zoals iedereen denk ik wel weet die met audio bezig is, uh, kunnen condensatormicrofoons echt. Enorm duur worden. Ik heb een aantal modellen die vele duizenden euro's kosten. En uh, nou goed, de, een van de dingen die ik me wel uh, afvraag is van: nou ja, zijn er dan ook uh, soort van echt aan de onderkant van de markt mics die uh, acceptabel zijn, die ergens over gaan? Uh, uh, ze zullen ongetwijfeld minder klinken dan die uh, wat duurdere modellen, verwacht ik. Maar uh, ik heb hier nu uh, drie modellen liggen die alle drie. Betaalbaar tot redelijk betaalbaar zijn uh, en die wil ik zo meteen even uh, testen door er wat bij uh, te gaan opnemen. Als eerste uh, heb ik uh, de onlangs gekocht de Aston Audio uh, Origin mic uh, met ingebouwd uh, uh, schokdemper, uh, zeg maar. Dus er is geen um, Um, zeg maar, spatscherm nodig of hij kan ook tegen shocken. dus hij je hebt geen spin nodig. Uh, andere goed ding is uh, hij heeft een min 10 base switch en verder is het een uh, redelijk straightforward mic. Je kan hem gewoon, uh, uh, zeg maar, direct in een microfoonstatief. Um, uh, schroeven. Wat niet altijd zo handig is, want als jij uh, nou ja, een bepaalde bocht wil maken, dan kan dat lastig zijn met je statief. Nou heb ik begrepen dat er ook wel een spin voor is. Die bestaat wel, maar die moet je er los bij kopen. Uh, er is veel te doen over deze mic. Het ziet er heel stoer uit met uh, nou ja, gewoon uh, staalkleurige uh, buitenkant. Het heeft iets industrieels, iets uh, Russisch om het zo maar eens te zeggen. Uh, ook vooral door het uh, nou ja, uh, redelijk communistische logo, ik weet niet of je dat kan zien. Uh, en met een hele stoere grill natuurlijk. Uh, Mike is niet duur, hij kost, uh, we hebben net even gekeken uh, bij onze Duitse vrienden, hij kost 225 euro gloedje nieuw in de doos. Nou, dat is voor een, uh, een, een condensatormicrofoon echt niet zoveel geld. Um, ik, uh, ik heb er al wat tests mee gedaan. Uh, maar ik wil je niet te veel beïnvloeden. We gaan er zo meteen gitaar mee opnemen. Uh, en dan uh, zit deze er in ieder geval bij. Goed, dat is één. Verder heb ik de uh, zeer door mij geliefde AKG uh, C3000 microfoon. Nou, daar is even een verhaal mee aan de hand. Uh, in die zin van dat uh, het nieuwe model, de C3000 zoals die nu gemaakt wordt, uh, ja, is echt heel goedkoop. Hij kost geloof ik 150 euro nieuw in de doos. Um, ik heb deze microfoon al heel erg lang. Dit is een van de eerste microfoons die ik kocht. Uh, klein budget had ik toen. Nou, ik heb het toen laten adviseren. Wat moet je dan hebben? De AKG C3000. Dus dit is een model. Uh, volgens mij is dit minstens 20 jaar oud. Uh, dit is de eerste versie van deze mic. En uh, ja, ze hebben hier wel echt iets heel knaps mee gemaakt. Dat is ook nog in de begindagen van de goedkope mics, om het zo maar eens te zeggen. Hè, in de jaren negentig is dat een beetje begonnen. Uh, in die tijd daarvoor waren eigenlijk alle condensatormics duur. en had je die dure Neumann mics. En uh, uh, was er eigenlijk niet echt iets voor de home recording markt. Of in ieder geval minder dan nu. Uh, dit was een van de eerste pogingen om die home recording markt te bedienen. Door iets te bouwen wat een soort van... Affordable was uh, en dat is met deze heel erg gelukt. Wat ik zei: um, die uh, er is ook een nieuw model, de C3000. Uh, ja, kan je gewoon nieuw in de doos kopen. Uh, dit is een oudere versie en uh, omdat deze mic al zo lang bestaat, is er ook best wel wat gebeurd in uh, nou ja, de, de, de productie van die mic. Hè. Dus, je hebt, dit is geloof ik de eerste versie, en de huidige versie is al de derde versie. Uh, die nure versies heb ik uh, nooit gehoord, maar ik heb daar niet al te beste dingen over gehoord, eerlijk gezegd. Deze wel. Um, maar hiervoor moet je dus naar Marktplaats of een aanverwante uh, tweedehands site. Uh, om hier aan te komen. Ze zijn best wel beschikbaar nog. Uh, dus het kan nooit echt heel ingewikkeld zijn. Uh, street price is ongeveer 200 uh, euro. Verwacht ik. Uh, maar tweedehands dus. Je herkent de nieuwe, of sorry, de oude versie aan. Het feit dat hij een uh, switch heeft voor cardio en hypercardio. Hij heeft een laag af. Um, en een min 10 dB switch. En dat zit uh, niet op uh, die nieuwe mics. Ja, ik geloof wel die min 10 dB. Maar in ieder geval niet de keuze tussen cardio en hypercardio. Um, dus de ouderwetse AKG uh, C3000 is een mic die je wil. Uh, super mooi. Ik heb deze al heel lang en ik gebruik hem ontzettend veel. Uh, cello werkt super goed. Maar ook uh, uh, vocals. Um, uh, nou ja, aanverwante dingen. Toen ik net begon, uh, vond ik hem eigenlijk altijd heel erg uh, slecht klinken. Maar ik kwam er uh, uh, na ongeveer een half jaar achter dat dit de voorkant is. En niet zoals ik dacht, dat. Dus uh, ik zat eigenlijk constant tegen de achterkant van de mic aan te zingen. Ja, dan klinkt hij niet zo tof. Dus het logo is de, de frontside van deze mic. Mocht je uh, de, jezelf dezelfde vraag stellen, hartstikke mooi. Uh, dus allemaal in de 200 euro range. Um, ja, ik heb niet super veel goedkope mics. Maar wat dan uh, nog enigszins uh, te betalen is, is uh, um, de Audio Technica 4047. Dit is wel een aantal stapjes omhoog. Um, uh, maar nog uh, ja, zeker geen duizenden euro's, zeg maar. Uh, ik ben ontzettend fan van Audio Technica. In die zin van dat het. Bij uh, uitstekend merk is wat affordable dingen maakt, uh, wat gewoon geen troep is. Hè? Dus uh, headphones van uh, Audiotechnica zijn allemaal prima. Uh, heel veel mics zijn hartstikke indrukwekkend uh, van audio technica dus als je begint uh, met audio engineering is audio technica uh, echt een, een merk om in de gaten te houden uh, bijvoorbeeld ook dit is dan de 4047 uh, ze hebben in die 40 serie een hele hoop mics gemaakt uh, je hebt ook de 4040 bijvoorbeeld en nog een aantal andere modellen je hebt ook de 20 serie die is nog wat goedkoper uh, die heb ik ook wel eens gehoord. Het zijn ook prima mikes, uh, helemaal niks mis mee. Goed, even over die 4047, daar heb je twee versies van. Dit is de MP, maar je hebt ook de SV. Het verschil is: de MP staat voor multi-pattern, en de SV, uh, weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval, die heeft maar één optie, namelijk cardio. Um, het is de vraag of je die multi-pattern echt nodig hebt. Uh, als je er vocals mee gaat doen en een gitaartje of wat dan ook. Heb je met een cardio mic eigenlijk altijd wel uh, uh, de, de juiste richtingskarakteristiek te pakken? Deze kan dus ook multi-pattern, dus Omni N8, kan hij ook doen. Wat in, een, uh, in, uh, in de studio situatie best wel uh, handig is. Um, nou even de prijzen: de Multipattern is dus wat duurder, die zit op de uh, wat was het? 750 euro in de btw. Uh, en de, uh, de single, uh, sorry, de SV die is 666, uh, zagen wij. Op uh, de uh, op the site, uh, the number of the beast, uh, uh, zei mijn collega daarover. Goed, verder uh, wat nog wel leuk is om te vermelden is... dat hij een laag af heeft, wat hartstikke handig is. En een min 10, de bass switch voor very loud uh, material. Uh, wat ik al zei, dit is wel een aantal stapjes omhoog. Van, van 200 of 600 is natuurlijk gewoon wel drie keer zo duur. Dat begrijp ik, uh, maar... Naar mijn idee zit dit nog steeds in de affordable range, om het zo maar eens te zeggen. En ik wil je niet te veel beïnvloeden in je keuze, want ik ga ze zo laten horen. Uh, maar dit is echt een hele klappe mic. Uh, dus, nou, goed. Um, we gaan nu even uh, Mark vragen om een stukje gitaar te spelen. We zetten uh, de mic's weg en we gaan even luisteren. Ja, dat waren drie uh, uh, betaalbare microfoons um, op akoestische gitaar. En ik moet erbij zeggen niet de beste akoestische gitaar. Uh, dus dat speelt misschien ook een beetje mee in je beleving ervan. Maar voor de test denk ik dat het heel duidelijk is uh, waar het geld in gaat zitten. Um, ik, vouw, ik vond de audiotechnica um, in deze test veruit het, het beste. Uh, nou is die ook drie keer zo duur. Um, dus, maar ik denk dat dat soort geld dan nog wel een redelijke investering is. Uh, hè, beter uh, iets goeds kopen en dan misschien een maandje of een paar maanden langer sparen uh, dan die andere twee. Want met name die uh, Aston uh, is voor dit soort bronnen eigenlijk totaal niet geschikt. Ik moest best wel wat gain geven op mijn uh, Crane Song uh, preamp. Uh, niet de minste preamp overigens. Um, en uh, ja, wat we kregen van die Aston was een enorme fluittoon uh, in het signaal. Uh, behoorlijk wat ruis als je, als je gain geeft. Uh, echt echt geen fijn signaal om naar te luisteren. Ik heb deze mic natuurlijk ook al eerder getest. Ik heb hem nou een maandje of twee of wat dan ook en uh, hij is wel overigens uitermate geschikt voor hardere bronnen. Dus ik kan me voorstellen dat als je er op redelijk uh, dichte afstand op zingt of rapt, dat het dan helemaal goed komt omdat je niet zoveel gain hoeft te geven. Uh, hetzelfde, ik gebruik hem dan regelmatig voor kickdrum uh, dat werkt prima, maar dat is ook een loeihard signaal. Dat is natuurlijk met zo'n akoestische gitaar wel anders. Uh, de C3000, een mic waar ik uh, toch wel enthousiast over ben, uh, viel mij eerlijk gezegd in deze test ook enigszins tegen. Een beetje dun, een beetje, uh, ja, gewoon niet heel overtuigend signaal. Maar in ieder geval niet die fluittoon van die Aston. Ehm... Uh, uh, ook dat gebruik ik vaak voor meer hardere bronnen. Dus uh, kickdrum, uh, nou ja, cello, daar is het heel erg mooi voor. Nou neem ik niet elke dag cello op. Uh, um, maar dat is ook een veel luider signaal. Zeker als je uh, wat dichterbij gaat. Dus ik denk ook dat die mic uh, de wat zachtere signalen niet echt aan kan. Uh, nou ja, winnaar is uh, toch ook echt wel de audiotechnica. Dat was het meest gebalanceerde uh, signaal. Uh, duidelijk uh, midlaag. Uh, niet te schreeuwig hoog. Um, en die had ook van zichzelf uh, het minste gain nodig. Dus die. Uh, um, uh, ja, blijft om die reden ook het stilst, om het zo maar eens te zeggen. Want hoe meer gain je geeft, hoe meer uh, ruis je eigenlijk uh, ook uh, indirect toevoegt. Um, nou goed, dat is een beetje de conclusie, denk ik. Um, ja, doe ermee wat je wil. Mijn advies is: spaar even door voor een mic van, van rond de 600-700 euro. Uh, of als het echt niet anders kan, dan ben je het beste af eigenlijk met die C3000. Uh, of je moet het echt gebruiken voor hard sources, loud sources bedoel ik. Uh, dan uh, kan zo'n Aston uh, prima mee. Bedankt voor het kijken. Stel je vragen in de comments, like, subscribe en tot de volgende studio guide.